Ja, het was een hele moeilijke wedstrijd. We hadden ervoor gekozen om de meest frisse jongens in het veld te zetten, die nog goede benen hadden. En dat pakte heel goed uit. De eerste twee sets speelden we gewoon netjes voetbal. Ik zag ook in de derde set dat ook die jongens dat de vermoeidheid toetrad. En konden we net niet die derde set naar ons toe trekken, dat was pech. Maar in de vierde set, met weer jongens nieuw erin, konden we het omdraaien met een goede energie spelen. En Wouter maakte natuurlijk een fantastische serie waar we die set gewoon binnen slepen. We zijn dolgelukkig dat we er 3-1 eruit konden slepen vandaag. Het is zwaar, vind ik, omdat je eerst Brazilië Frankrijk verslaat. Je weet al dat je door bent. Dus het is anders. Maar goed, wel eens goed begonnen met het team. En uiteindelijk derde set nog net laten liggen, terwijl we heel goed terugkomen. En ik maak zo de fouten, dat is wel een beetje jammer. Vierde set goed verder gedaan en 3-1 gewonnen. Heerlijk. Ja, super, kan je wel zeggen. Want we wisten vooraf nog niet op deze punten of we dat nog wat aan zouden hebben. Maar sowieso voor de rangschikking in de pool was het gewoon heel belangrijk om deze wedstrijd te winnen. En het is nooit makkelijk na gisteravond zo'n ontlading tegen Frankrijk en dan weer vroeg moeten spelen. Dus nou ja, je ziet weer, we hebben weer iedereen gebruikt en ja, super gedaan weer. Ja, we gaan herstellen en zo fit mogelijk in de volgende ronde verschijnen. Kijken wie we als tegenstander hebben. Scouten en ja, gewoon weer spelen.